Beste kijker, we zijn hier vandaag, oktober 2013. Vandaag met ikzelf, Mark Moederkoek, gaan we een kijk nemen in de wereld van een man die sinds lang in verval is geraakt. Vroeger was hij een superheld. Vandaag is hij uitverkoren tot de paria van dit dorp. En dit dorp waar ik het over heb, is mooi, zeer mooi, maar een droeve geschiedenis. We zijn vandaag in Dutchbaan. De man die ik vandaag ga interviewen is Biffy. De man zit in zak en as na teloorgang van die sport dodgeball. We gaan het hebben over zijn verleden en over zijn heden. Maar eerst moet ik een praatje gaan maken met de burgemeester van dit dorp, Daan Witverlies. Hallo, mijn naam is Mark Moederkoek. Ik ben hier vandaag bij de burgemeester van Dutchbaal, meneer Witverlies. Aangenaam. U bent de burgemeester van uw dorp, al reeds enkele jaren. Inderdaad. En u heeft de glorie van het dodgeball heeft u nog echt meegemaakt. Tuurlijk, toen was ik natuurlijk nog geen burgemeester, 20 jaar geleden. Maar ja, dankzij Biffy, die woont, is hier achter mij, hebben we gouden tijden beleefd in Dutchbaal. Maar ook dankzij Biffy zijn die gouden tijden ook verdwenen en dat is eigenlijk heel jammer. Ja, maar we willen hem overtuigen terug gouden tijden voor ons te maken, want het is heel moeilijk zoals gespied. Hij zal ons gebied allemaal wel uitleggen. Ja, ik stel voor dat we eens een keer gaan zien. We zullen eens gaan kijken. Ik zal misschien anders eerst even gaan horen. Of ja, eerst maar eens horen, ja. Precies, een moeilijk moment. Ik ga even horen. Meneer Moederkoek. Wat dan? Kom even filmen. Dat is goed. Ja. Mogen ze binnen. Televees? Zijn er kalm? Televees? Zijn er kalm? Televees of wat? Televees. Mogen ze binnen? Ja, kom op. Kom maar. Wat dan? Dat is goed, man. Mag ik rijden, man. Toevallig is het te veel, man. Dan kan ik een interview doen. Het is een vriendelijke man, duidelijk. Geen schikker, man. TV, ja. Kom binnen. Nou, veel als de originaire waren gezelliger. We moeten niet zo vreugd op mama. Ik ben blij dat ik me voor alles kan doen. Voor die jongens te drinken. We zijn hier nu dus binnen bij Biffy, de man achter het verhaal van Dutchbaal. We gaan nu luisteren naar deze mooie meneer en zijn vertelselen over het verleden. Biffy, vertel eens. Hoe was je vroeger voor alles? Ja, Mark, een brave jongen. Geboren en getogen in Baal. Altijd gewerkt, melkman. Melkboer, ja. Melk rondbrengen naar de mensen en toen, ja. Op een gegeven avond, milde factuur kwam af. Zeg, ik heb iets speciaal. Ik zeg, wat? Alcohol. Zeg, dat maakt niet van als moe. Kom mij zeggen. En toen is het begonnen. Ja. Ik heb gesopen, zot doen. Ja. Ze hebben al een Deimer geweest, een feestje. Deimer champignon gegeten van die zwarte mannen daar. Toen is alles fout gelopen. Ik weet het niet meer, Mark. Ja, ik kan het vooral nog vertellen, maar ik was er zelf niet bij, precies omdat mijn geest ergens anders was. Oké. We zijn nog steeds in het dorp Dutchbaal. Dorp waar evens de sport is ontstaan van Dutchbaal. We zijn nog steeds op zoek naar het verhaal achter die sport en het dorp. Misschien kunnen we hier. Goedendag, meneer. Oh, hey, you're the boy. Goedendag. Hallo. We zijn een reportage aan het maken. Hallo. Voor Dutchbaal. Hey. Wat zegt u dat, Dutchbaal, de sport? Dutchbaal, de sport. Oh, daar moet ik toch eens over nadenken, zeg. Want het is slecht afgelopen met Dutchbaal. Dutchbaal was vroeger veel beter. En nu minder. Dutchbaal is en minder. Hoe komt het? Dat is allemaal de schuld van al die homo's. In Baal zijn niet homo's. Maar als ik ze zie, dan steek ze hier in de grond. Allemaal in de grond. Maar het ligt ergens bij Biffy. Biffy? Ja, Biffy. Biffy wil het niet bij van Poepke Zwam doen met Mit. En hij zou dat wel moeten doen, want zijn zoon is kapot. Snap je? Oké.
En is er een oplossing dat we kunnen hebben? De oplossing is dat wij met z'n allen met Biffy gaan babbelen. Wij gaan Biffy. Biffy moet terug van Poepke Zwam doen en wij gaan daar allemaal samen voor zorgen. Oké. Snap je? We gaan allemaal samen misschien pintjes drinken en dan wordt hij terug. Want mensen die als ze pintjes drinken, dan ben je al wat losser, hè? Snap je? Ik begrijp het. Ja. Ik denk dat we genoeg hebben. Dank u wel, meneer, voor dit gesprek. Is het al gedaan? Dag! Ja, maar Biffy, na dat drinken en die paddenstoelen, is er nog iets gebeurd? Iets dat jouw leven veranderd heeft? Ja, Mark, dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal. Milfacteur. Ja, je wist nog een goed café in buiten komen. Met van een baron. Zeg, kom, we gaan dan niet heen, we gaan naar huis. We gaan dan met. Jong vuilen. Lekker ja, ja. Wagen in de taart. Ik zeg, jong, ik was verliefd. Zij was verliefd op mij. Je weet hoe dat gaat, jonge mensen bijeen. Gemeenschap. Van een gemeenschap, dat. En toen is het begonnen. Een paar maanden later ineens telefoon ons moe zei. Wat belt hij nou? Die met dat. Ik zeg, ik weet het niet, moeder. Ik zal ze overnemen. En toen hoorde je het nieuws dat ze zwanger was. Ja, Mark, correct. We zijn vandaag nog steeds bij Mark Moederkoek. En nog steeds in dodgeball. We gaan eens op zoek naar een paar lokale bewoners van dit plezante dorp. Om te weten wat zij nu van die dodgeball ervaren hebben. En wat zij er nog steeds van vinden. Goedendag, meneer. Goedendag. Het zijn de Shakers. Ja, ik ben een bus aan het weg. Ik kom van Nox. Wat grutjes. Je kent dat wel, een grutje. Maar ik heb eens iets anders gepakt. We zijn van 38. Mijn laatste was 36. Ik heb hem van 38 gepakt. Goed. Zat wel twee kleine mannen. Eet minder, maar... Ik ga naar La Roca bij. Naar La Roca, ik ga naar even zien. Die jongere grutjes. Dat kennen ze me nog niet. Mijn bus komt zo beet, paas ik. Ja, meneer, het is om te praten over dodgeball voor televisie. Wat vindt u eigenlijk van dodgeball? Ja, veel grietjes, maar te weinig voor mij eigenlijk. Te weinig grietjes voor mij. Ik ken ze eigenlijk allemaal al gehad. Ja. Ze zijn allemaal gepasseerd. Sommige goed, sommige minder, maar... Sommige te jong, sommige te oud, maar ça va. Ja, dat is dus het enige dat u daarover te vertellen heeft? Ja, kerel, weet je, kerel, meer valt u eigenlijk niet te blijven. Oké, bedankt. Bedankt voor het interview, het was zeer diep. Ja. En toen, 9 maanden later, was het zover, Biffy? Ja, Mark, dat was het zover. Een spoed naar de verloskamer gereden in het ziekenhuis. En toen kwam het. Maar er gebeurde iets onverwacht. Ja. Er kwam iets onverwacht uit. Ja, Mark. Het was geen neger. Nee. Ja. Het was een bal. Mijn bal. Wat een bal. Dokters direct mij weg. Weggenomen. Met heeft mij verlaten toen. Ik kan mijn kind toch die bal niet aan zijn lot overlaten. Joske had hem genoemd. Dan was de Peter, de burgemeester, gaan wandelen. En elke keer liet hij hem vallen. Hij botste. Ik heb mijn zoon nog nooit zo gelukkig gezien. Botsen, spelen. Ik zei, kom, laten we eens werpen met de kinderen, werpen. Dat kind was gelukkig, die bal. Ik zeg, kom dan, we maken er een spel van. Middelfacteur mee, dit en dat. En gewet. Ja, en zo is het begonnen, dodgeball. Ja, dat is het begin. Niet veel later. De middel met zijn zatte klaten met een fles Porto gezopen. Op het hek van een directeur. Ja. Een scherp hek voor de kinderen. Ja. En kapot. Dat is het nou voor mijn zoon nog op. Ja. Hier is het. Stop. Stop. We gaan even stoppen. Goedenavond. Mark Moederkoek hier. Nog steeds in het dorp Dodgeball. We zijn nog steeds op zoek naar het verhaal achter de sport dodgeball, maar ook achter het verhaal van Biffy, bij wie het allemaal begon. We gaan op zoek naar de verhalen van de lokale mensen. Bijvoorbeeld zoals deze man hier. Meneer? Goedenavond. Oh, hoi. Goedenavond. Mark Moederkoek, reportage. Moederkoek.
We zijn op zoek naar het verhaal achter dodgeball, meneer. Dodgeball? Kan u daar ons iets over vertellen? Acteur in dodgeball. Ja, u bent 20 jaar. Ja. Van deur tot deur. Ding dong. Mag je ziet in een gleuf steken? Meneer, kom. Even serieus. Ja. Het verhaal van dodgeball. Kan u ons daar iets over vertellen? Ja, een biffy met poep met mitten. Dat goud biffy, haken, ja. Biffy? En wat, moet er iets gebeuren? Een biffy. Moet ik ook een keer allemaal staan, want ik ga zopen. Zopen. Hé, hey, denk een keer van dat poortuigen. Ja, ik ben ik aan het werken, meneer. Denk dat ding een keer aan ja. Wat, hè? Ja. Er moet gedronken worden, zegt u. Veel, hè. Punten pakken, hè. Dat doet een factuur eens geen, hè. Ja. Oké. Okay. Het slijfje steken en een keer drinken, hè. Mooi. Zullen we zien, hè. Maar al die jaren, Biffy, zou je het niet nog eens willen proberen om dodgeball terug op te starten? Ja, Mark. Ik wil wel proberen. Ik ben er klaar voor. Ik ben blij voor de aandacht. Mijn verhaal voor kunnen vertellen. Ik ben verstoten van het dorp. Iedereen haat me. Ja. Niemand praat met me. Mijn zoon dood. Niemand denkt aan mijn rouwproces. Maar ik wil proberen voor terug het dorp te laten herleven. Iedereen blij, terug blij te zien. Terug wat te gaan. Ik hoop dat jij mij kunt helpen. Tot. Ik zal jou proberen te helpen met alles wat in mijn macht ligt. Bedankt, Mark. Dat is graag gedaan. Bedankt. We gaan ervoor. Wat ik dan denk, Mark. Dit gevoel is zo. Rustig maar. Al die emoties die verstoten me. Rustig. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw erbij omgaan. Elke dag opnieuw. Het is gedaan. We maken er een eind aan, Mark. Samen. We gaan eraan beginnen. Wij samen. Voor dodgeball. Ja, beste kijkers. U hebt het gezien. Het verhaal van Biffy. De man achter dodgeball. We gaan nu trachten dodgeball terug heropgestart te krijgen. Maar daarvoor hebben we nog zeer uitvoerig onderzoek nodig. Dat gaan we nu dus doen. Om dan alle processen te vervolmaken. En dodgeball, de sport, terug bij jullie te krijgen. Goedenavond, beste kijkers. We zijn in onze story achter dodgeball vandaag aangekomen bij dokter Anna. Dokter? Dokter Albert Naal. Albert Naal, dokter. Ja, ja. U bent onderzoeker, dokter. Vertel ons eens wat er hier op dat prachtige bord te zien is. Ja, hier zien we een kleine illustratie van de onderzoeksresultaten tot dusver. Wat we dusver al kunnen vermoeden, is dat heel belangrijk in het proces van het al dan niet baren van een dodgeball, is dat er een enorme hoeveelheid alcohol, in het bloed zit. We vermoeden ook dat er eventueel een heel belangrijke invloed is van de gemiddelde spermhoeveelheid afgescheiden door onze vriend Bicky en onze vriend de modale Belg. U ziet, dat kan een factor tot 3 zijn, vermoeden we. Als die hypothese klopt, dan zijn we er. Verder proberen we ook nog ergens in het verhaal te incorporeren wat de rol is van de Damer-champion. Deze kan een hormonale invloed hebben, maar wat exact de oorzaak is, doet er niet toe. We lossen het allemaal gewoon op via eenvoudige statistiek en als we een verband zien, is bevestigd. Ja, en ondertussen is Biffy ook bezig met u de stalen te proberen. Ja, we zijn aan het wachten op nieuwe stalen om dit klein ontbrekend elementje in de ganse theorie nog in te kunnen vullen. En als ik de geluiden hoor uit het kleine kamertje, denk ik dat we bijna de voltooiing bereiken. We zullen eens gaan kijken, beste kijkers, hoe het gesteld is met onze held van dit dorp. Biffy, ben je bijna klaar? Mark. Oh. Ja, dat is dus nog in volle gang bezig, kijkers. We zullen nog even moeten wachten. Oh my. Albert. Staan. Jongeman, sparma. Dank u zeer. Ja, het lijkt me wel degelijk een goed staal. Zoals we hier alle kunnen zien, zien we dat er wel degelijk een factor van bijna 3 is in de spermhoeveelheid afgescheiden door onze vriend Biffy. Onze hypothese klopt dus. We kunnen ervan uitgaan dat door de zuurdere vagina-omgeving van mevrouw Mit
wel degelijk een grotere hoeveelheid sperma nodig is om deze zure omgeving te neutraliseren. Beste mensen, het raadsel is opgelost. Ik ga proberen daar nog een geweldig artikel over te schrijven, dat publiceren in een vaktijdschrift en daar heel veel geld aan te verdienen. Ja, dank u wel meneer Aanaal. Mensen, het vraagstuk is dus opgelost. We weten hoe de dodgeball kan ontstaan. En daar gaan we nu werk van maken. We zijn hier vandaag in Café Het Tolken. Samen met Biffy. Om de eerste stap in het dodgeballproces te vervolmaken. Namelijk excessief drinken. Biffy, zie je het zitten? Ja, Mark, ik ben wel bang. Ik heb nog maar gedronken sinds het voorval. Ik weet niet wat het gaat geven. Ja, ik heb beloofd gesmoren voor nooit meer te drinken. Nee. We zullen het proberen. Het is 20 jaar geleden ondertussen al. Mm-hmm. Maar we gaan ons best doen. Alles voor de wetenschap. Kom Mark, ik zal in het stamcafé tonen. Ja. Mel? Hey, kippie! Godverdomme. Mel, geef ons iets. Mark, hier kom ik dus. Kwam ik vroeger jaar. Nou, geef het, kippie. Ja, geef maar. Ik kom hier. Het is makkelijk, hè. Voor het werk, na het werk, altijd. Jaren heb ik hier gesleten en toen gedaan. En Mil, ja. Weet je nog een tijd? Ja. Dan ben ik terug, hè, Mil. We gaan proberen. Oké, Mark. School, proost. Op de wetenschap. Op de wetenschap en dodgeball. Ja, kijkers, we zijn hier nu beland in die cruciale eerste fase van het dodgeballmaakproces. We zijn ondertussen zo'n welgetelde 2 minuten verder. En u ziet het resultaat. Nee, zo een kut. Ik kan de kamer leggen. Biffy, hoe is het ermee gesteld? Ah, kukmoeder! Biffy, de kukmoeder is hier. Mark. Ja, we komen er wel. We Mark, komen er. Mark, Maas. Met heeft de zuurste. Lekker proberen van haar. Zuur, lekker proberen. Oh, dat dikke kut. Ja, beste kijkers, de eerste fase van het dodgeballproces is vervolmaakt. Biffy heeft zijn dronkenschapniveau kunnen bereiken, u ziet het. En nu gaan we naar fase 2, de Damer Champions. We moeten er nog wel geraken, natuurlijk. Mark, kom mee! Ja, ik ben daar, Biffy. Kom, Mark! Twee vingers, hoeveel? Ja, Biffy, kan je nog rijden met de auto? Twee vingers, hoeveel? Twee, ja. Jee, gaan we dansen. Stop maar in, hè. Oh, Mark. Weet je de weg nog? Nee, Mark, we gaan proberen. Kom maar, nee, Biffy, achteruit. Ben je zeker dat je het gaat rijden, Biffy? Zeker van? Oh, Mark. Zo geraken we er niet. Ja, hier zijn we nu aan fase 2 beland van het dodgeballproces. Biffy is nog steeds stomdronken en dus klaar om de paddenstoelen binnen te steken, net zoals 20 jaar eerder. We staan hier nu aan het allochtone bos waar de paddenstoelen groeien. Biffy, doe de lokroep maar. Kebab speciaal. En we zien daar beweging. De inheemse bevolking van dit bos is ongeraakt door de westerse maatschappij. Mark! Ja, we hebben hem. Nu kunnen we hem opeten en dan naar mid vertrekken. Er is alles mee begonnen. Fase 2 is dus vervolmaakt. De paddenstoel is binnen. En nu zijn we klaar om naar mid te vertrekken. Het resultaat ziet u zelf. Biffy, we zijn hier nu aan de laatste fase beland van het dodgeballmakenproces.
Fase 1, drinken. Fase 2, paddenstoelen. En nu zijn we aan de coitus beland. Mits, haar café is hier. Volgens mij staat ze gereed. We zien beweging. Met. Met. Kom aan, schatje. Ga maar, Biffy. Hey. Hey, kom aan. Ja mensen, nu is het wachten geblazen op het eindresultaat. Zo'n 9 maanden, schat ik.